Het is nog geen winterstop, maar vandaag op de transfermarkt heeft Sparta zich ingeroerd en een speler verloren vandaag. Wat kan je daarover vertellen? Ja, er is overeenstemming bereikt met FC Utrecht over de overgang van Kevin Strootman. Vervelend, laat ik het zo zeggen. Iets waar we ons lang tegen verzet hebben. Maar goed, uiteindelijk willen we Kevin die kans geven. En we zijn er met Utrecht in financieel opzicht uitgekomen. En aan de andere kant, dat is dan weer het mooie bericht dat Ricky van den Berg in ieder geval weer heel snel terugkomt. Even met Kevin Strootman beginnen. Was het aan de ene kant ook wel een noodzaak? Omdat jullie in ieder geval nog voor deze speler nu wat vangen? Hij heeft nog een contract voor anderhalf jaar. Dus dat had later ook nog gekund. We hadden hem graag erbij gehouden, natuurlijk sportief gezien. Het is toch een aderlating die je doet. Maar goed, dat proberen we op te vangen. Daar moeten we dan de mogelijkheden voor creëren om dat te doen. Maar goed, het blijft natuurlijk jammer dat een jongen die vanaf de F'jes bij Sparta speelt, dat je daar dan afscheid van moet nemen. Maar goed, het is een beetje het lot van Sparta. En we hebben dat met andere jongens ook gezien. En ik kan me de positie van Kevin kan ik me heel goed voorstellen. En we gunnen het ook. Anderzijds is het natuurlijk wel een hele belangrijke pion bij Sparta. En Sparta wil graag promoveren. Kortom, wat dat betreft is dat natuurlijk wel zonde. Nou, zoals ik net zei, het is zonde. En we hadden het liever anders gezien. Maar goed, als je als partij eruit komt, dan is dat eigenlijk een beetje het lot van een club zoals Sparta. Die toch heel veel spelers opleidt. En gelukkig komen er alweer nieuwe talenten ook aan, dus we hopen dat we die positie weer in kunnen vullen. Dan zijn jullie slagvaardig. Het zag er natuurlijk wel een beetje naar uit dat hij zou komen, maar Ricky van den Berg wordt dan tot het eind van het jaar vastgelegd. Is dat nog moeilijk geworden? Nee, is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk geweest. Ricky heeft zich een tijdje geleden al gemeld en heeft aangegeven dat hij weg wilde bij ADO Den Haag en onze kant weer op wilde komen. Wij stonden daar ook voor open. En dat is eigenlijk heel snel is dat in beweging gekomen. We hebben wel even af moeten wachten. En we hebben ook niet een lange verbintenis willen aangaan. Maar goed, we kennen Ricky wel zo goed dat als het goed gaat, dan kun je ook wel weer snel in het seizoen kijken of je daar een vervolg aan moet geven. Maar we hopen dat hij in ieder geval een behoorlijke versterking is in het elftal. En onze trainer Jan Eversen, die ziet hem in ieder geval als een versterking. Dus dan hopen we dat we daar in ieder geval nog een stapje weer mee maken. Ja, nu communiceren jullie vaak dat jullie wel geen geld hebben. Hè? En nou komt er in ieder geval wel Moens. En dan nu er ook Van den Berg. Er is dus nog wel ruimte. Ja, er is altijd wel wat ruimte natuurlijk als je moet versterken. Aan de andere kant, het geeft ook aan dat die jongens graag willen. En ook niet hele exorbitante salariseisen hebben. Dat speelt natuurlijk ook een rol. Dus het is in alle redelijkheid gegaan qua salarissen dat zij bij ons komen. Nu jullie een vergoeding voor Strootman hebben gehad, betekent dat jullie wel wat meer kunnen ook nog in de winterstop? Nou, wij proberen natuurlijk nog wel. Er liggen nog wel wat wensen voor bepaalde posities. Je moet eerst weten of er iets te vinden is wat daaraan voldoet. En ook spelers die, hè, zeker omdat je toch niet zo'n geweldige florissante positie hebt op dit moment. Spelers die willen komen, dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar goed, we gaan wel kijken of we daar in ieder geval nog wat stapjes kunnen zetten.